gaat zitten, de beste leiding in Zürich, altijd heel belangrijk. Staan ze klaar, hey, yo, hey. Door de bocht 1. Op naar die spannende bocht 2. Dan wordt het even smeller op het circuit. Het is Wiebega die ten kop neemt. Het staat 30 meter aan te pakken. Maar als je haarsmal vrienden, op de kont denk je van Dodinga. En is het natuurlijk Jan Douwe Veenstra. Dodinga Haarsma. Zandhuizen redelijk achterin te bevinden. Het is Wiebega die tot nu naar de beste leer gaat. Jan Douwe Veenstra, daar komt Haarsma en die tot intro en Veenstra met Veenstra de Raasjen. Peter Haarsma nummer 2. Derde Jan Douwe Veenstra, dan Arjen Dodinga. Ook komt er steeds Patrick Wiebega, die niet aanwezig is bij de hoefbeslagen reizers. Maar de viervoeter heeft hij genomen. Oh, Haarsma jongen, dan maak je een steuntje. En dan zijn ze weer aan kop. De komers dichter weer. En achterblijven die zware kwam met de kagel. Kijk ik wel even aan mooi staan. Komt Haarsma dichter de Wiebega. En wat gebeurt er met Dodinga? Die staaf de Roon hakken die tegen. Wiebega nog steeds volgen door Haarsma. Veenstra, Loert, Sterber, Pinker, Douw. Wiebega, Haarsma, Veenstra, dat is de top 3. En wie pakt die? Top 3, wie pakt die los? Denk je, Haarsma, intro. En er komt Veenstra ons steuntje, maar ik heb hem net eerlijk horen door die grappel, maar ken die nog wel? Vinden horen, ja, maar ik wil lekker wat iemand draaien aan de grutten. Ik heb Wiebega correct net van profiteren, intro. Komt nog een hol mee. Dit is Haarsma, die doet een leiding in deze treasure. Daar is naar de gatsje al in de baan vallen. John Overheef op het zwarte bord, de ronde hangen idee. En Wiebega op het rijden. Dodinga daarachter.